The Silent Killer. Het klinkt als een slechte horrorfilm, maar het is een bijnaam voor ziekte hepatitis B. En je kunt er jaren mee rondlopen zonder dat je weet dat je het hebt. Het is 100 keer besmettelijker dan HIV. En 1 op de 10 jonge mannen in Nederland die sekst met andere mannen loopt risico. Ja, veel mensen weten heel erg weinig over deze ziekte. Dus ik ga eens even checken hoe goed men op de hoogte is over vaccinaties bij prik. Barman in Café Prik. Ben jij gevaccineerd tegen hepatitis B? Jazeker. Ja, ben ik. Ja. Bij mij sloeg het niet aan. En wat is volgens jou besmettelijker, hepatitis B of HIV? Oh, dat is een goede vraag. Je zou dan logisch denken HIV? Ik weet het niet. Ik denk hepatitis B. En waar heb je last van als je geïnfecteerd zou zijn? Goede vraag. Want dan ben je heel moe en kun je last van geelzucht krijgen. En verder durf ik er eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Ik kan van alles zijn. Je wordt ziek? Ja, of niet? Geen idee. Wat houdt het in? Ja, het is gewoon een ziekte, toch? Ja, ik heb een flauw idee. Dat je heel moe kan zijn, futloos, geel wordt. Dat soort dingen allemaal. Je wordt er niet blijer van in ieder geval. Je hoeft niet per se seks te hebben om een hepatitis B-infectie op te lopen. Volgens mij is dat waar. Niet waar. Waar? Niet waar. Ja, dat is waar. Hepatitis B kan onder andere worden overgedragen door alle vormen van seks. Het gaat dan om contact met bloed, sperma, voorvocht, zweet, urine, ontlasting, door pijpen en gezamenlijk gebruik van seksspeelgoed. Maar je kunt het ook oplopen door het delen van naalden en attributen om drugs te prepareren. Gezamenlijk gebruik van tandenborstel of scheermesje is ook een risico. Net als tongzoenen, als het slijmvlies in je mond is beschadigd en degene met hepatitis B veel virus in zijn speeksel heeft. Als je een hepatitis B-infectie oploopt, heb je dit snel door. Nee, dat is niet waar. Volgens mij heb je dat snel door, ja. Niet waar. Waar. Veel mensen merken niet dat ze met hepatitis B zijn geïnfecteerd en hebben geen klachten. Als je wel klachten hebt, kan het bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, misselijkheid, braken, koorts, verminderde eetlust, jeuk en geelzucht. Op lange termijn kan een infectie leiden tot ernstige leverschade of zelfs de dood. Wanneer je alle 3 de prikken hebt gehad, ben je voor 10 jaar beschermd. Volgens mij langer, dacht ik. Dat is volgens mij niet waar. Ik dacht dat het langer was, volgens mij is het niet waar. Voor een volledige en waarschijnlijk levenslange bescherming tegen hepatitis B zijn 3 prikken nodig. Een maand na de eerste vaccinatie krijg je de 2e prik en 5 maanden daarna de laatste. Na deze 3 prikken ben je waarschijnlijk voor de rest van je leven beschermd tegen hepatitis B. Ja, waarom zou je nog risico lopen als je simpel kunt beschermen met 3 prikjes bij de GGD of Zoapoli? Ga naar mantotman.nl en check waar jij anoniem jezelf kan laten vaccineren in jouw regio. Ik heb het al gedaan, nu jij nog.